We zijn in Milaan! Milano! Milano. Met de taxi gaan we naar het hotel. Het is vandaag alleen wat minder weer, maar goed, dan mag de pret niet drukken. Wij gaan 3 dagen naar Milaan. Het is vandaag vrijdag. Het is nu 9:30. S'morgens. We hebben 4 uur slaap gehad vannacht. We zijn echt een beetje brak. Ja, heel brak. We zijn om 4:15 vanochtend opgestaan, opgemaakt. Om 4:45 met de shuttle naar Schiphol. En toen om 7:20 gevlogen. 9:00 waren we aangekomen hier in Milaan. Nou, en daar zijn we nu. Ja. Dus wij gaan 3 dagen lang naar Milaan en we gaan jullie meenemen. Vandaag de eerste vlog, superleuk. We gaan echt die hard shoppen, dat is echt niet normaal. Let's do this. We gaan geld uitgeven, echt als nooit tevoren. Wij gaan nu lekker, we worden gereden naar ons hotel en dan zien we jullie zo terug. En we gaan het reisje gaan beginnen. Yes. Wauw. Mooi hier, hè? Wow, wat een hotel. Het is wel echt poepchic, zeg. Ik moet echt wel wennen dat iemand mijn koffers meeneemt. Dan denk ik bijna, nee, ik wil het doen, maar dat hoeft niet. Nee. We zijn gearriveerd in ons hotel. We slapen in Château Montfort. We hebben hier een privacyverklaring moeten tekenen. Dat houdt in dat we absoluut niet mogen filmen waar andere gasten bij zijn. Ik denk dat hier gewoon blijkbaar mensen met pomp komen of zo die niet herkend willen worden. Ik weet het niet. Ja. Maar daarom zullen we misschien niet alles heel makkelijk kunnen vloggen hier. Maar Martine heeft een kopje koffie, die kan ik wel vloggen. Volgens mij schreef ik het ooit al een keertje in Two Women, zeg maar. Gewoon 10 keer verliefd op Italië, dat ik hier zo hou van de koffie. En oh, jongens, koffie in Italië is zo zalig. Eerste slokje, komt ie. Ja, ik kan er niks anders van zeggen. Wat een goddelijke koffie hebben jullie zo altijd. Oh. Oké, je weet dat je in een fucking chic hotel bent als er een stoeltje is voor je tas. Op de wc. We zijn er en het regent pijpenstelen, maar gelukkig had het hotel een umbrella. Hier zie je Boggy Milano. En voor iedereen die mijn tijgerprint schoentjes altijd zo leuk vindt, dit is het merk ervan. Dus we gaan ook, denk ik, ja, ik weet niet, het is vooral weer een herenzaak. Nou, dus misschien gaan we even spieken. Maar verder zijn we hier dus bijna in het... grote centrum, super leuk. Oh, Massimo Dutti. Nou, mijn daar gaan we even heen, hè? Nou, echt wel. Oké, dit is van mij echt de perfecte kleur wit. En hij is echt heel mooi, maar moet je kijken, hij tekent heel erg. Het is van dat cashmere. Ja, het valt me hier nog wel mee, maar je ziet echt alles. Dus je moet echt iets heel groot maken eronder. Twijfelgevallig, want ik vind de kleur wel echt schitterend. En? Nee, kan niet. Want? Kan echt niet. Hij is echt vet mooi. Oh. Ai. Oh, ja, dat dacht. Nou, heel veel mensen zaten die ook te passen, deze. Oh, nou, een mooie. Echt een mooie jas. Zo, en dan met je okergele willow. Oh. Zo. Heel vet. Je kan hem ook nog aan met je zwangerschap eigenlijk wel zo. Hier kan dan nog. Ja? Kijk. Ik heb een soort van aubergine-achtige jas aan, die ook heel mooi is, maar ik kan hem niet zo goed beoordelen hier door het licht. Nou, dit is hem dus, wel dicht, dus open. De kleur komt totaal niet over hier op camera, hij lijkt heel donkerbruin maar hier. Maar ik vind hem hier zeg maar ook niet mooi in dit licht of zo verder. Ik vind hem zeg maar zo mooi. Anders loop je even de winkel in. Ja, wat vind jij? Het leren jasje was misschien nog wel niks, maar deze lange witte jas wel. Wauw. Maar jassen zijn toch op zich wel redelijk besteed. Ja, staat je goed. Heel mooi. Wauw, we zijn nu in een soort van overkoepelend mini straat winkelcentrum. Maar ze hebben hier echt een huge ass Bershka. Die dus daar begint. Helemaal doorloopt. Tot hier. Nou zijn wij niet van de Bershka, maar de Mango is hetzelfde. Het is ook echt een enorm filiaal. Echt super groot. Wauw, wat is dat mooi zeg. Als je Milaan googelt, dan zie je dit ook altijd. Echt waanzinnig zeg. Wil ik even binnenkijken nog morgen of vandaag. Wow. Tijd voor wat eten. We zijn hier maar gewoon naar binnen gelopen. Ja, go with the flow. Lekker hoor. Nou, het lijkt een McDonald's wel, alleen dan in Italië. Wij ook. Nou, daar zijn we bij de food market. Vraag niet hoe we eten hebben besteld. Het is gelukt. Maar dat was even lastig in het gebrekkig Engels. Jezus Mina, hier, kijk, jij hebt pasta pesto, hè? Ja, en met groenten erbij. Ja, en ik heb de caprese en ook iets met pasta ham. Mm. En ik wilde San Pellegrino, ik dacht, oh, dat is water, maar het is frisdrank. Zo goed is ons Italiaans. Yes.
Nou, Willemijn noemde net hoe dit ding heet, maar ik ben het weer vergeten. Galeria Vittorio Emanuele II. Nou, dat dus. En daar zijn we nu, allemaal winkels en daar gaan we even heen. Echt heel mooi, het is hier super groot ook. Ja, prachtige bouwwerken. Ja, hè? Echt mooie winkels ook en zo. Zo, lekker gegeten. Hey, weer, ja, jouw jas. Dit is die nieuwe. Hey, onze jas. Ja, die van mij zit ernaast. Ja! Ja, kijk. Willemijn heeft die middelste en ik heb de linkse. Shoplog. Nee, oh, grapje, er komt nog een goede shoplog natuurlijk. Ja, mooi hoor. Zo, dus waanzinnig zeg, maar kijk hoe mooi. Jeetje. En al die winkels, hier. Vet groot. Wow. Hier Mercedes. Versace. Damn. We zijn in een heel leuk Italiaans hoedenwinkeltje. Super cool. Echt zo'n ouderwets zaakje. Dit is een vette winkel. Echt heel mooi. Dit is een top jasje. Wow jongens, deze blouse. Zo vet. Die kleuren. Ik doe automatisch zo om dit te laten zien, maar het valt hier heel erg in mee. Dus dat hoeft helemaal niet. Jeetje, wat een... Kun je niet laten horen dit? Nee. Super mooi dit. Martine liet mij de jas passen. Ja, en nou hebben we dus een issue. Heel erg mooi, maar ook heel erg duur. €380. Oh, en de kleur echt valt totaal in het niet hier. Nee, de kleur ziet er hier niet uit, maar het is echt maar, veel dieper. Hè. Ja, echt heel mooi blush roze. Martine gaat hem nu ook passen. Ja, erg. Hij staat me misschien helemaal niet meer. Dit is een vette winkel. Martine heeft ook een heel tof jasje aan. Ja, raar ding, hè? Dit is een beetje een apart ding, maar wel heel tof, hoor. Hij is ook heel, dit is ook echt zo gevoelig. Ja. Je wordt echt een ruit van. Ja. Die heeft een vet op zijn wagen. Check hoe erg het is. Dat is echt niet gekeurd. Ik kom niet meer bij. Die laarzen met die varkenspoten. Die varkenspoten ook. Het is dat je het zelf zegt. Ja, maar dat is, ja, maar serieus. Het is echt verschrikkelijk. Je moet echt de goede schoenen bij mij aan doen. Want ik lijk al uit het leger. Dit kan echt niet. Oh jongens, het regent hard. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ja, misschien hier wel een beetje. Het is echt... Oh, het regent zo hard. Straatstand, landenband. Het is echt niet normaal. We hebben gelukkig een paraplu, maar jemig. Check, Charlotte Olympia. Ja, kijk dit. Wow. Super vet. Super vet. Kijk, en dit zijn de beroemde Kitty Flats. Ja. Deze zijn er mooi ook. Wel een hele mooie speciale editie dit. Ja, tof. We zitten even. Het is hier heel druk. Maar we zijn echt kapot. Een beetje moe, dus we gaan even zitten, want we kunnen niks meer zien gewoon, hè meid? Ja, want je ziet dan gewoon door de kleding niet meer. Ja, ik zei het al in het begin, we gaan met geld smijten dit weekend, want we hebben hier echt wel gespaard. En we staan hiervoor. Tiffany & Co. Nou, en ik zie een hele lange gang die naar boven gaat. Je mag vast niet vloggen, maar laat je een klein deel even zien. Ja, tof, ben benieuwd. In ieder geval de voorkant kun je nu al heel, ja, goed zien. Ja, precies. Als je hier draait, zit dus hierin. Ja. Even kijken, hier zo, in dit gebouw. En dan ga je hier langs een hele lange trap naar binnen. Yay! Nou, dat was natuurlijk weer even smullen. We hebben nou, wat bekeken. Ja. Maar we gaan natuurlijk, je gaat niet over één nacht ijs met zoiets duurs, nee. Vind ik zelf altijd. Nee, we hebben gewoon even gekeken, een aantal leuke dingen wel gezien. Maar ja. Het waren niet heel veel dingen. Nee, het was een kleine collectie. Ja, dus we gaan even op internet even kijken vanavond. Van missen we niks, vinden we niks. Ja. Op internet nog iets moois. We hebben iets op het oog, maar ja. Voor daarvan denken we... Is dit het? Omdat we niet de hele collectie kunnen zien, moeten we even zeker weten, ja. Dat er niet nog iets mooiers is. Dat we echt een goede aankoop doen, want je betaalt, ja, natuurlijk helemaal schil. Je betaalt schulden voor. Dus je moet wel echt iets neerleggen voor iets waar je denkt van dit is het leukste wat er is. Ja. Ja. En Sephora nu. Nu gaan we door naar Sephora. Tarten en Estrisje. Ja, we zijn zo benieuwd. Oh, vet. Oké, wacht. Ik geef het iedereen. Cool. Oh god. Oh, wat gaaf. Oh, wacht, en nu ga ik nog even... Wat een leuk kamertje, wat een schatje. En nu ga ik even hierheen, een spiegel. Oh, hoe kom ik hier? Hier, Oh, wacht daar. Oh. Hier, een bidet. Een bidet om je reet af te spoelen. Lekker hoor. En gelukkig, we hebben... En marmer, hè? Shampoo, conditioner. En badjassen. En dit is de douche, of niet? Ja, een douche. Een enorm grote regendouche ook. En een soort van, ja, gordijnen, doorzichtige gordijnen ervoor. Dus wel van glas, maar je hebt wel een beetje privacy. Wow. Oh kijk, hebben we ook een balkonnetje. Wat een sprookjeskamer. Sprookjes. Oh, en dit zie je als je naar buiten kijkt. Zeg maar die koepel,
Daar zaten we zeg maar vanochtend in om wat te drinken daar beneden. Oh, leuk meid. Je hebt gewoon een balkonnetje ook zo. Schattig. De Engelse kaart hier is wel echt om te huilen. Het is echt heel goed eten hier, hè? Je weet niet echt goed wat je krijgt, omdat de kaart een beetje warrig is, maar het is wel lekker. En ze hebben het aangepast voor me zonder alcohol. Er zat hier eigenlijk alcohol in. Ja. En nu hebben ze het met bouillon. Voor de zekerheid, hè? Ja. Echt super lekker. Echt lekker, ja. Wow, jongens, ik heb 2 wijn op. Echt bellen van wijn. Ik weet niet meer wat ik zeg, want ik ben super moe. Whatever. In ieder geval, we kwamen net op de kamer. En wat zien wij? Zijn ze gewoon op de kamer geweest? Hebben ze het bed weer afgetrokken? Er liggen snoepjes op bed. Willen mijn laptop legt vet netjes zien? Hebben ze een nieuwe fles water gebracht? En die fles, wat is het? Champagne, denk ik, gewoon daar neergezet. Hé, hey, en daar stond het geurtje die net ook al? Oh, die is van jou gewoon. Ja, dat is mijn. Oh, ik dacht al even. Gordijnen dicht gedaan. Zo. Ja. Dit is wel erg decadent. Oké, okay, we gaan nu dus zwemmen. Op heel snel. Even snel in de sauna. Half 10 avonds. Yes. Yippie. Het is 9:30 avonds. En wat gaan wij doen? Badderen. Ze hebben hier sauna, douches, een stoombad. Heel erg lekker. Vind je handdoekjes ook hier achter? Ja. Oké, okay, we zijn dus echt de enige in de hele spa. Dus we gaan jullie even rondleiden. Het is hier echt heel erg mooi. Hier achter mij heb je een Turk stoombad. En ik ben naakt. Martine die staat hier naakt te douchen, dus die laat ik heel bescheiden buiten beeld. Hier hebben we een sauna. Hier achter mij. Hier is een koude douche. En hier heb je dan nog echt een prachtige bank. Met een heel lekker zoutwaterzwembad. Dan gaan we nu naar de relaxruimte. We zijn gewoon helemaal alleen, jongens. Het is echt super lekker hier. Een relaxruimte. En hier kan je dan vervolgens ook nog allemaal fruit, koffie en thee pakken. En er is een telefoon om te bellen als er iets is. Echt, jongen. Oh, super relaxed. Het leven kan momenteel echt eventjes niet beter worden dan dat het nu is, hè, team? We zijn heerlijk rozig van de spa. We hebben al leuke dingen gekocht vandaag. Niet veel, maar wel een paar hele leuke items. Precies. Dus echt, het is echt heerlijk. Dit is echt genieten. Heb je dat al gefilmd wat er allemaal staat? Appels, ja, net even kort. Er staan gewoon appels en thee, flesjes water kan je nemen. Oh, we hebben besloten dat morgen gewoon nog een dag shoppen wordt. Ja, ja. En echt keihard diehard shoppen. Keihard diehard shoppen. En de kathedraal ook. En de kathedraal bekijken, zeker ja. Weten. En redelijk vroeg eten, want morgenavond hebben we om 8 uur een massage. Dat is ook zo, team. Ja. En dan willen we zondagochtend weer naar de spa. Ja, we gaan gewoon één dag sparen. Het wordt een shop/spa weekend, nou echt. Perfect. De douche is er beneden, sorry. Ja, die gaat af en toe aan. Het is wel ook super relaxed dat we hier alleen zijn. Zo. Echt lekker. En, oh ja, ik weet het nog wel. We zijn nakend, want we weten dus niet of je zeg maar met zwempak moet, met bikini, of dat je naakt mag. Maar er was helemaal niemand en er is niks zo kloten als in je bad gewoon naar de sauna. Dus nee. We zijn er gewoon naakt in de hoofd dat er maar niemand binnenkwam. Maar ja. Ik weet niet of het mag eigenlijk. Nou, we hebben wel handdoekjes en ja, badjassen. Dat wel. Dus, het is alleen dan in de sauna dat je het naakleed. Ja, zo in een burkini, weet je wel. Zo, Oh, dat lijken de Italiaanse standaarden te zijn. Oh, sorry. Tijd om te slapen. Tijd om dag te zeggen. Ja, tijd om dag te zeggen. Tijd om dag te zeggen. Kijk onze bloemetjes heen. Ja, we gaan lekker slapen, jongens. We hebben het echt goed gerekt vandaag. We zijn echt moe. We zijn al bijna 24 uur op. Oh, en die sauna heeft echt goed geholpen trouwens. Ja, lekker rozig. Lekker voor je voeten. Hadden we nu ook moeten hebben, man, toen. Oh ja. Jezus. Nou jongens. Jongens, dag 1. Shoppen in Milaan. Het zit erop. Het was heel goed. Eerste indruk een 9. En wil je nog wat meer zien? Kijk even op onze Snapchat en onze Instagram. Nou, Snapchat heeft niet zo zin meer, maar nee. Instagram. Staan nog een aantal foto's op. Welterusten. Tot morgen. Doei.